Aan de goede avond. Anne, jij bent onder andere verantwoordelijk voor de visagie. Je gaat ook de show gaan uittekenen, technisch dan, op vlak van regie. Ik heb al een paar keer naast jou mogen zitten, dat is niet zo simpel. Nee, zeker niet als je een man hebt die vrij stressvol is, die avond je dan onder je voeten komt geven wanneer het niet goed lukt. Het gaat eigenlijk allemaal, loopt eigenlijk altijd vrij vlot. We hebben altijd een goed professioneel team wat achter ons staat. Dus die mannen van de techniek die weten perfect waar ze mee bezig zijn, dus komt goed. Ben je zelf stressgevoelig? Maar dat valt wel mee. Ja, dat klopt, dat kan ik wel aan. Anne, jij gaat net zoals de rest van het comité de dames ook begeleiden. Wat verwacht je dit jaar van de finalisten? Uiteraard de juiste link met de sector, maar dat hebben wij al allemaal nagekeken, want anders waren deze dames uiteraard niet geselecteerd. Maar dan natuurlijk, wij vragen geen diplomas, wij gaan gewoon uit van hun woord dat zij effectief wel gedreven zijn en passioneel bezig zijn met het beauty en wellness gebeuren. En gedurende deze periode gaan wij dat natuurlijk uitvissen wie dat de juiste ambassadrice zou kunnen zijn. Dat is al een heel nobele taak.